Omroep Zuidwest. Reportage. Ik kijk net even op Twitter en ik zie staan bij de Veemarkthal in Sneek bouwt de Defensie IHKV de oefening Alert 15 Friesland verder aan een mobiele commandopost. Nou, reden genoeg om even een kijkje te nemen, dacht ik zo. We zijn hier in de Veemarkthal in Sneek en ik sta naast Duco Brongers, de projectleider van het Purple Nectar, het innovatieteam. Wat is hier gaande? Ja, we zijn hier bezig met een oefening, Alert 2015, te ondersteunen. Deze week in Zuidwest-Friesland wordt deze gehouden, deze oefening. En wij als vertegenwoordiger van Defensie, dat is duidelijk te zien, ondersteunen deze oefening met allerlei innovaties. Innovaties op het gebied van command and control. Dus dat gaat over communicatie, dat gaat over informatie, dat gaat over security en dat gaat ook over een stukje batterij, energie, om al die systemen werkende te houden. En dat doen wij in van deze week. Eigenlijk bestaat de oefening Purple Nectar uit twee delen. Aan de ene kant helpen wij de eenheid daadwerkelijk met spullen. Die zetten we bij ze neer. En dan zeggen we, nou kijk, je kunt het misschien op deze wijze doen. Kun je het slimmer, sneller, beter overzicht krijgen van de situatie. En als je een beter overzicht van de situatie hebt, kan je ook betere besluiten nemen. Dus daarmee helpen ze met verschillende zaken. Waarschijnlijk zullen we er zo een aantal zien. En het gedeelte waar we nu staan, daar zien we een grote exhibitie van 63 stands staan hier. En daar laat wat wij noemen de gouden driehoek, en dat bestaat uit de overheid, dat bestaat uit kennisinstituten en dat staat uit bedrijven. Die zeggen, wij hebben hele goede innovatieve oplossingen om aan jullie problemen tegemoet te komen. En dat laten ze hier zien. En de komende twee dagen komen hier dus bezoekers langs. Morgen is een VIP-dag. En een dag later komen hier bezoekers uit alle richtingen. De brandweer, politie, krijgsmacht, uit de managementlagen, uit de openbare orde en veiligheid. Iedereen is hier welkom en die gaan hier kijken en doen ideeën op als het goed is. Oké, als ik jou de microfoon geef, zou je dan een kleine rondleiding kunnen geven? Ja, natuurlijk. Geen enkel probleem. Nou, gaan we dat doen. Nou, dan gaan we eventjes hier langslopen. Hier zien we eigenlijk in deze hoek zijn een aantal bedrijven. Nog niet alles is gevuld. Er komen nog een aantal bedrijven die komen hier vanavond de zaak inrichten. Eventjes voor het overzicht. Daar in deze hoek zien we met name de overheid. En in dit geval is dat voornamelijk Defensie. Defensie die op allerlei gebieden ontwikkelingen laten zien. Zoals ik al zei, op gebied van command en control. Dus we kunnen er even langslopen. Wat we met een paar duidelijk het woord KICS is daar te zien. KICS is een organisatie binnen Defensie. Paars, dus dat wil zeggen voor alle krijgsmachtdelen. En daar zie je, en dat staat voor kennis, innovatie, experimenten en simulatie. Op al die gebieden voeren wij innovaties uit. En daar zie je onder andere de mariniers staan. Die hebben daar een aantal mooie oplossingen bedacht om vooral interoperabiliteit te ondersteunen. En vooral de situational awareness. En je ziet daar allerlei beelden. Sensoren die ze aan elkaar kunnen koppelen om daar het beeld voor besluitvormers te verbeteren. Nou, als we dan verder lopen, en dat geldt eigenlijk voor de rest van de hele ruimte hier, wordt ingericht door het bedrijfsleven. Er zijn zo'n 35 bedrijven die hier aanwezig zijn. En die hebben allemaal hun stands gekregen op verzoek van hoe groot ze het wilden hebben. Hebben ze dat hier aangeboden gekregen en komen ze daar met een oplossing. En dat loopt eigenlijk, daar stonden we er net toe, daar stonden we te praten. Dat gaat verder het rondje langs. Nou, we staan hier nu op dit moment buiten de Veemarkthal. Daar is de Veemarkthal en hier hebben we ook nog een aantal zaken staan. Met name op het gebied van communicatie. Communicatie ziet u hier een hele grote mast bijvoorbeeld. Die is opgezet door de 101 Commando- en Informatiesysteembataljon van de landmacht. En daarmee maken wij een eigen 4G
netwerk zetten we daarmee op. Dus dat is erg handig voor ons om dat zelf in bezit te hebben. Als we met deze 4G-methodes, om daar experimenten mee uit te voeren. Wat de mogelijkheden zijn om breedbandig overal verbinding te hebben. Ook als ze op missiegebieden zijn. Een experiment is dit. Een ander experiment zien we eigenlijk hier. We hebben het de layout van de commandopost genoemd. Misschien kunnen we even een stukje meelopen. Dan kunnen we naar binnen kijken. En dan zien we daar een ruimte waar je enorm veel beelden ziet die je ter beschikking hebt. Deze ruimte biedt de gelegenheid om 32 sensoren aan elkaar te koppelen. En je ziet hier, in totaal zien we nu 12 mannen die hier plaats kunnen gaan nemen morgen. En vanuit die 12 posities kan je eigenlijk als degene die hier in het midden zit en verantwoordelijk is, zeggen oké, dat beeld wil ik hebben, dat beeld wil ik hebben. Om zo je eigen totale beeld, je omgevingsbeeld zo goed mogelijk te creëren. En om vanuit dat beeld de juiste beslissingen te nemen. Want dat is de basis om de juiste beslissingen te nemen. Dat je echt weet wat er in de omgeving gebeurt. En dat kunnen we hier met allerlei sensoren. Het is ook een stukje potentie, want we hebben nog geen 32 sensoren die je aan kan koppelen. Maar we hebben hier televisiebeelden kunnen we laten zien. Een systeem met een kaart erop waarop je de posities kan zien van de eigen eenheden die op een dijk bijvoorbeeld, een dijk staan te bewaken. We kunnen mensen Blue Force Trackers meenemen. Dat is een soort heel klein kastje wat je meeneemt en daar staat op wie jij bent. En dan kunnen we je gewoon volgen als jij door het gebied gaat. Dus dat geeft een hele hoop informatie wat er aan de hand is. Mensen lopen met een soort smartphone, beveiligde smartphone rond en daarmee kunnen ze ook foto's maken. We kunnen teksten, nou iedereen weet hoe je met een smartphone moet omgaan. En die kun je versturen en die kunnen hier gepresenteerd worden. En zo is op een hele snelle wijze of hier vlak voor je met de schermen die je ter beschikking hebt. Of op de grote schermen te presenteren waarin we zeggen oké, mannen, hier willen we nou even aandacht voor hebben. Hier moet iets gebeuren. En op deze wijze denken we een methode te hebben met een soort expendable container om dat overal snel neer te zetten. En er wordt ook deze oefening gebruikt door het regionaal operationeel team. Voor de situatie dat er een keer dat men geen gebruik kan maken van hun eigen positie, hun eigen gebouw. Dat je snel zo'n container kunt neerzetten en waarbij je alle communicatiemiddelen ter beschikking hebt om de informatie hier bij elkaar te krijgen. That's why it's called a moment of truth. Yeah, I'll get it if you need it. I'll search if you don't see it. You're thirsty, I'll be rain. You get hurt, I'll take your pain. I know you don't believe it, but I said it and I still mean it. When you heard what I told you, when you get Wat we hier zitten we in een zogenaamde boogtent van Defensie. Zien wij een overzichtsscherm wat je eigenlijk multitouch kunt gebruiken. Je ziet dat hier gedaan worden. We kunnen het gebied kijken. We kijken als een soort Google Earth kijken we op het gebied. En we kunnen allerlei functionaliteiten gaan toevoegen. We gaan nu eventjes over naar het gebied waar we op dit moment ons bevinden. We kijken nu bovenop de veemarkthallen eigenlijk. En op dit moment ligt er bijvoorbeeld een trackersysteem, ligt hier bij, dat wordt daar aangewezen. Daar zijn mensen die hier op de parkeerplaats waar we net stonden, die dat trackersysteem bij zich hebben. En die staan daar dus op die kaart aangegeven. Tevens, en dat is denk ik het mooie van dit systeem, want u denkt waarschijnlijk van ja prima, dat kan ik op Google Earth, kan ik dat ook vinden. Maar we kunnen als een soort street view met een camera gaan kijken. En dat ziet u hier met een lijn aangegeven waar wij naar kijken. En waar we dan naar kijken, dat ziet hij vervolgens op het scherm wat daar tegenover staat. Dus dat scherm. En dan kijk je daaruit van elke hoek die we bepalen op die omgeving kijk je uit. We staan hier bij Carlo Fiamminco, bij de stand van Esri Nederland. Wat heeft het te maken met het hele gebeuren hier? Bij Esri, wij zijn goed in het voorzien van allerlei op de kaart plotten van allerlei informatie. Wij maken geografische informatiesystemen. Defensie is een maatschappij waarin ontzettend veel gedaan wordt met kaarten. Al die informatie kan op een kaart geprojecteerd worden. En op het moment dat dat goed geprojecteerd is, kan Defensie daar informatie uit halen, analyse mee doen en zorgen dat hun operaties beter verlopen. Daarbij ondersteunen wij bijvoorbeeld Defensie, maar ook de veiligheidsregio's die hier aanwezig zijn. We zijn zo net buiten, zijn we in een tent geweest inderdaad, met allemaal schermen. Dat was een soort Google Maps idee, allemaal 3D. Ja. Begrijp ik goed dat dat is wat jullie maken?
Nou, u heeft Google Maps. Als u dat heeft gezien, dan is dat zeg maar de meer civiele variant. Wat wij hier maken, wij maken dat systemen, maar dan voor bedrijven die daar echt serieuze analyses mee doen. Maar Google Maps zorgt er voor onder andere voor dat dat gangbaar wordt gemaakt voor allerlei particulieren. Wij doen hetzelfde soort analyses, doen wij dan voor bedrijven. En daar maakt Defensie ook gebruik van. Een ander derde punt is heel belangrijk. Dat is hier is een simulatie aangekoppeld. En aan die simulatie, bijvoorbeeld in dit gebied, kunnen we zeggen van stel dat ergens een dijk doorbreekt, dan kunnen we hierop laten zien, en dat zien we dan op deze plaat, als het water gaat stijgen, wat er dan gebeurt. U ziet dat hier in de extreme, dat het water heel hoog is gezet en dan ziet u dat, dat dit de gevolgen zijn. Dat geeft aan de potentie dat wij in staat zijn met een heel eenvoudige handeling te voorspellen als we weten dat ergens een dijkdoorbraak is, wanneer het op welke locatie het water hoe hoog gaat staan. En dat biedt dus weer ook voor de besluitvorming weer een heel belangrijk signaal. Om het ook heel inzichtelijk te maken wat voor actie we moeten gaan ondernemen als gevolg van die overstromingen. Dit geeft tevens de potentie aan van allerlei simulaties. En dit is gewoon eigenlijk een game is dit. Het VBS game is dit. En met dat soort simulaties kunnen wij laten zien en kunnen wij de besluitvorming laten zien hoe die wat de effecten kunnen zijn. En dat maakt die besluitvorming weer een stuk beter. Het wordt heel inzichtelijk wat de gevolgen zijn. En dit is natuurlijk slechts een voorbeeld met een wateroverstroming. We kunnen natuurlijk met hele andere simulaties kunnen we daar ook op toepassen. Maar dat geeft de potentie aan. We hebben het dit keer gedaan omdat we een hoogwaterscenario hebben. We hebben dit hoogwaterscenario in de simulatie gebracht met gegevens van de Rijkswaterstaat. En dat wordt deze week gebruikt onder andere door Zuidwest-Friesland. Wat ontzettend interessant en leerzaam. Ik ben heel blij dat we even een kijkje hier binnen hebben mogen nemen. En dit alles is gewoon nog te bekijken tot aanstaande vrijdag. Voor meer informatie kijk je op de website www.alertfriesland.nl.